Goedemorgen allemaal, het is vandaag 2 december en dat betekent dat het Vlogmas aflevering nummer 2 is. Het is vandaag zaterdag en ik zie het nog een beetje. Is het nou een of andere filter over deze camera? Is dit beter beeld? Ik weet niet zeker. Anyways, het is vandaag zaterdag. Ik heb lekker een hele tijd in mijn bed gelegen. En ik ben er nu eindelijk toch uitgekropen. Het is inmiddels 10:15, dus het valt nog wel mee. Maar ik dacht, ik moet er een keertje gaan uitkomen en ik heb echt super honger. Voordat ik ga eten, ga ik eerst eventjes mijn adventskalenders openen. Jullie hebben gisteren kunnen zien bij Tara dat we deze hebben geopend. En ik heb dat gisteren gemist, dus ik mag vandaag 2 dagen doen. Dus van 1 en van 2 december. En ik heb ook nog een andere adventskalender die zij niet heeft. Dat is deze van Unique. En hier zit... elke dag dus een super leuke poster in. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik te zien ga krijgen. En ik vraag me af of ik zeg maar hetzelfde item heb als wat Tara gisteren heeft opengemaakt. Maar dat zal wel, denk ik. Als het goed is krijgen we dus achter hokje nummer 1 het veldje. Dus nummer 1 kunnen we hier vinden. Yay! Het veldje inderdaad. En dat is mooi, want ik moet echt nodig mijn nagels knippen. Het valt misschien heel erg mee voor jullie. Maar ik kan gewoon niet tegen lange nagels. En dit is voor mij lang. Ik ga ze straks knippen en dan kan ik gelijk dit veldje gebruiken. En dan nu op zoek naar hokje nummer 2. Die is hier. Oeh, een lakje. Het is een heel leuk kleurtje. Het is een beetje een wit-roze... achtig kleurtje. En misschien kan ik deze anders wel gelijk vandaag opdoen. Dat zou misschien wel heel erg leuk zijn. En dan gaan we nu verder naar de adventskalender van Unique. Even kijken. Nummer 1. Hier. En ik ben heel erg dol op posters van Unique. Ik heb ze echt in meerdere plekken in mijn huis hangen. En ik heb ook wat op mijn slaapkamer een paar hangen. Maar die zijn nog, zeg maar, van de zomer. Die zijn iets te zomers. Dus ik wil die gaan vervangen. Dus misschien kan ik dat dus gewoon de komende tijd met deze gaan doen. Oh. Wow, is het echt? Moet je kijken, het is een beer met een meisje. Dat kan toch niet echt zijn? Het ziet er wel echt super vet uit. Deze vind ik ook wel echt gelijk heel erg mooi. En dit is misschien ook wel een hele mooie voor in de slaapkamer. Omdat het best wel een rustgevend gevoel heeft. Dus deze is echt super cool. En dan mag ik natuurlijk ook nog gelijk nummer 2 openen. En die heb ik hier. En de tweede poster is... oeh, deze van Berlijn. Die is ook heel leuk. Ik hou van Berlijn, dus deze is echt heel erg leuk. Ik denk niet dat ik deze nu ga ophangen, want ik vind hem niet heel erg, zeg maar, Christmassy of winters. Maar hij is wel echt super leuk. Plastic. Why? Go. Oké, ik moet het eventjes gaan opruimen. Dus moeten jullie kijken hoe ontzettend mistig het is. Je ziet gewoon helemaal niks. Wow. Dan en ook aan deze kant is het zo ontzettend mistig. Ik kan gewoon helemaal niks zien. Als ontbijt heb ik cornflakes. Dit zijn volgens mij de Honey Loops met wat melk. En ik heb ook nog 2 mandarijntjes daar liggen. En dit is trouwens eigenlijk niet het allereerste wat ik doe vandaag. Want ik heb al pannenkoeken gegeten. En wat we straks gaan doen, ik zeg we, want Larissa gaat ook mee. Is we gaan straks even naar Houten. Want we hebben afgesproken met de hele familie. Dus mijn ouder, Serena, George zit er ook bij. En ja, dan gaan we gewoon eventjes hebben afgesproken met mijn ouders thuis. Ik ga denk ik wel wat eerder erheen. Want ik wil nog heel graag eventjes langs de winkels daar om een cadeautje te zoeken. Want volgend weekend vier ik namelijk Sinterkerst met vriendinnen. En we doen aan loodjes trekken. En ik moet nog wat cadeautjes scoren. In Houten is het altijd wat rustiger. Dus dat is net wat fijner shoppen. Want als ik nu, want het is nu zaterdag vandaag, de stad inga in Utrecht. Dan wordt het echt chaos. En daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus ik ga me nu heel eventjes omkleden. En dan zie ik jullie zo weer. Zoals jullie kunnen zien is het inmiddels even verder. Ik heb al gedoucht en ik heb mijn make-up al helemaal gedaan. Moet alleen nog mijn haar doen. Maar ik sta nu in de douche en ik dacht ik ga eventjes een soort van first impression. Eerste review doen van de Lush producten die ik gisteren aan jullie heb laten zien in de video. Ik zit even te zoeken ondertussen waar het ligt. Want ik heb vandaag gelijk de Bugs Fizz gebruikt. Dit is een body conditioner en deze vind ik echt super fijn. Want je doet hem op een natte huid. En daarna kan je het gewoon een beetje zo van afsmeren. Ik hou er namelijk niet van om echt een body lotion of mezelf in te smeren met een body lotion. Omdat dan mijn huid toch wel een beetje erg plakt nog gedurende de dag. En ik hou er gewoon niet van als mijn... hoe dat voelt, zeg maar. Dus ik gebruik normaal eigenlijk altijd gewoon olie of babyolie. Dat ik dan op een natte huid doe en daarna droog ik me af. In dit geval kan dit product dus ook op die manier gebruikt worden. En dat vind ik heel erg fijn. En hier heb ik het andere product staan. Ik zag in de comments dat iemand zei dat dit niet een zeep is, maar echt een douchegel. En ik snap wel dat het zeg maar bedoeld is als een vaste douchegel. En dat je het gebruikt voor je lichaam. Ik vind het alleen niet super handig in gebruik. Ik denk dat ik toch liever zeg maar een vloeibare douchegel gebruik. Maar ik ga deze zeker opmaken tot hij helemaal op is. Want hij ruikt wel echt heerlijk. Oké, nou ik heb me inmiddels even gewoon aangekleed. En ik ga straks alvast richting mijn ouders. Ik hoorde net van Larissa dat zij zich had verkeken op de tijd. En net pas de douche uitstapte. Dus ze gaat het niet redden
om eerder te komen. En ik heb eigenlijk wel gewoon zin om nu al meteen te gaan. Want ik heb nog een cadeautje voor mijn moeder. En dan kan ik alvast een kopje koffie drinken. Dus ik stap even op de fiets. En dan zie ik jullie zo in Houten. Zo, outfit of the day. Ik heb mijn haar trouwens eerst eventjes een beetje vastgezet. Dus let daar niet al te veel op. Trui is van Macy's. Broek is van Wrangler. En daaronder ga ik deze Nike's dragen. En ja, ik draag er nog maar één. Omdat ik even aan het kijken was of ik het vond staan. Maar ik vind dat het kan. Dus dat is de simpele look voor vandaag. Ik heb nog geen ketting om. Maar misschien lijkt het ook nog eventjes zo. Want anders draag ik weer die sterretjes ketting. Oh, mijn handen zijn bevroren. En ik heb de trein gemist. Super gek om te zien. Maar ik ben nu in Houten. En hier zat mijn basisschool. Maar die is dus nu helemaal weg. Heel gek om te zien. Nou, nu ga ik onderweg naar mijn ouders. Het is echt super koud nogmaals. Jeetje mina. Lijkt een beetje op een horrorfilm dit. Met die mist. En ik zie hier allemaal mailtjes. Ah, minder leuk dan ik dacht. Dit vind ik dan wel weer heel mooi. Het is denk ik een van de weinige bomen samen met deze die nog blaadjes heeft. Nou, mijn ouders kunnen wel eventjes afstoffen de boel, joh. Dat kan toch niet? Ik hoop dat ze thuis zijn. Want ze zeiden net dat ze bij de Action waren. En ik geloof dat er niemand is als ik dit zo zie. Oh-oh. Oh nee. Nou, ik had gelukkig de sleutel mee. Want ik had al gelezen dat ze er bij de Action waren. En ze zijn nu niet thuis, dus ik ben heel erg blij dat ik hem mee had genomen. Want het is binnen lekker warm. Wat ik trouwens altijd doe, en ik weet niet waarom, het is een soort van tik, is dat als ik bij mijn ouders ben, ga ik meteen in de koelkast. Dan ga ik gewoon kijken hoe het uitziet. En ze hebben namelijk vaak altijd van die lekkere dingetjes. Kaas van de markt, lekkere worst. En het zit ook altijd vol, dus ik ga eens even lekker gluren. Score! Gewoon een lekker kaasje. Ik ga gewoon denk ik even een broodje maken. En een koffietje zetten. Waarom ook niet. Ja hoor, daar zijn ze. Ze komen nu aanrijden. Ik ben echt gewoon net 1 minuut eerder. Is mama weer los? Ja, ik zie het. Wat heb je allemaal gehaald? Ik heb nog een beetje kijk, hier, mama. Ben je hier nog niet? Ja, ja. En deze daar? Hé? Wat is dat? Een light tree. Oh, wat leuk. Ja. Maar waar ga je die neerzetten dan? Voor de deur. Oh, leuk. Leuk, hè? Oh? Ben je anders nou aan het filmen? Ik ben je aan het filmen, ja. Oh, lekker. Vlogmas. Dat komt er niet aan. Heb je gezien? Ja. Ja. 30 euro. Heel leuk. Voor leuk ding. Voordeur, bij de voordeur. Dat is heel sfeervol. En, ja, wat zie ik nou hier? Hallo? We hebben een pakje voor de tafel voor een raam opgekocht. Een pakje? Een kerstpakje voor ramen. Hé, hey, niet weglopen. Ik heb trouwens een cadeautje voor je. Oh, ja. Ook namens Larissa. Wat leuk. Dat is, jij hebt hem waarschijnlijk al gezien een keer in onze video. Nee, ik heb speciaal weggeklikt. Nee, maar dit is niet, dat zijn niet die cadeautjes. Dit is gewoon een ander. Oh, dit is een adventskalender. Oh, wat leuk! Ik zal even de telefoon super opnemen trouwens. Oké, dit is dus een adventskalender van L'Occitane. Dit is de grote variant. En deze is heel leuk met allemaal laadjes. Oh. Ik mag er al 2 openmaken. Dit wordt dan de eerste. Oh. Zo, papa gaat ongeveer dood op de achtergrond. Leuk achtergrondgeluid. Oh, de toilet. Oh, lekker. Verne. Heel fris, of niet? Ja, citrus. Lekker. Lekker. Ja, ruik maar. Het doet me echt oh ja, denken. Heel erg citrus. Heel fris. Oeh, hij ruikt nog lekkerder. Ja. Maar ik kan hem even niet plaatsen, nee. Maar heel lekker. Hij deed me ergens aan denk, maar eetbaar lekker. Limoncello. Oh ja, limoncello. Nummer 2. Kippig. Waar staat ik weet hem ook niet. Ja. Oh. En dit is... Kan ik niet zien. Een shower cream. Ik kan het niet zien. Ik kan het niet zien. Dat moet echt zo. Deze ruikt anders. Deze ruikt... Nou, doe het even zo, jongens. Ik kan er ook niks aan doen. Crème de douche. Oh, met 5% shea butter. Oké, okay, dus lekker. Dat is altijd lekker. Altijd goed. Dankjewel, Taar. Ik moet hierin kijken. Ja. Ja. En ook van Larissa trouwens. Dankjewel, Laris. Ik zit nu in de auto en ik ben dus even onderweg naar Houten. Eventjes naar de familie. En ik heb net een pakketje opgehaald bij een boekhandel bij mij in de buurt. En elke keer als ik zie dat een pakketje bij mij niet in de flat geleverd kon worden, maar naar de boekhandel is gebracht, dan moet ik gewoon zo ontzettend diep zuchten. Ik heb echt een hekel aan die boekhandel gewoon. Want die medewerker is gewoon
zo onvriendelijk. Elke keer als ik van die boekhandel vandaan kom, heb ik gewoon kriebels in mijn buik van boosheid en irritatie. Het is gewoon echt niet normaal. En ik ga niet helemaal in detail over waarom ik geïrriteerd ben of zo. Maar ik ben echt niet de persoon dat zomaar boos wordt. Maar deze meneer, in ieder geval, dat was ook een keer mijn vrouw die ik ook echt heel slecht vond. Hij haalt echt het bloed onder mijn nagels vandaan. Dus ik ga denk ik eventjes van de week PostNL bellen en gewoon zeggen van alsjeblieft breng mijn pakketjes niet meer bij die boekhandel. Want ik vind het gewoon heel vervelend om daar naartoe te gaan om daar mijn pakketjes op te halen. Ik heb een pakketje. Het ziet er zo uit. Dus het is van AliExpress. Maar ik weet even gewoon niet wat ik heb besteld. Want het is best wel groot. En ik heb best wel wat dingetjes die er nog zeg maar de komende tijd aankomen. En dat is weer voor een andere video. Ik hoop deze maand nog wel een nieuwe video daarover opnemen. Dat zou in ieder geval echt super leuk zijn. Want ik heb gewoon nog dingen die deze maand binnenkomen. Leuk! Op die boekhandel na dus. Maar laat me even weten of jullie ook gewoon boos kunnen worden wanneer je gewoon niet goed wordt behandeld door wie dan ook eigenlijk. En in dit geval heb ik dat echt bij een winkel. En dat kan gewoon mijn hele dag beïnvloeden. En dat vind ik ook echt heel vervelend, dat ik dat ook zo vervelend vind. Oké, en hallo. Het is een halve graad gewoon. Of betekent dit een halve graad onder nul zelfs? Oh my god. Who is here? Hallo. Oh, mijn jas raakt een beetje de grond. Dit is mijn nieuwe jas. Hé, hey, dankjewel voor de lassitane. Ja. Ja. Je mag al 1 en 2 openen, hè, vandaag dan. Heb ik al gedaan. Laat me kijken wie er is. Okay. Ja, sorry, ik was ervoor. Ja, ik ga Rami achterna. Hij denkt, oh nee, Larissa is hier. Ja. I'm out of here. Hé. Hey. Hé. Hey. Wat ga je nou doen? Moet je kijken hoe groot Rama is, hè? Zoveel fluff. Ja. Probeer je ons te ontsnappen en dan word je helemaal geaaid. Ruikt lekker, hè? Dat is dat geurtje. We gaan pakketjes openen. En sorry voor deze enorme oma-knot. Dit is echt gewoon de oma-emoji volgens mij. En ik heb al half deze opengemaakt. Ik ga je even... Gaan jullie even hier neerzetten? Daar moet een beetje bukken. Oh, wacht. Ik pak even mijn statief. Ik draag nu een statief met me mee. Vloggers be like. Dit is het AliExpress bestellingje. Wat is dat? Is het het? Waarom ligt die verpakking even? Dit is de verpakking, jongens. Helemaal top. Ja. Oh ja. Tada. Jullie hebben misschien geen idee wat het is. Maar dat komt later nog wel beter in een video. En we hebben hier nog twee pakjes. Ja, dan haal je één tegel eruit. Helpt wel. We hebben een briefje. Lieve Larissa en Tara, Yves Rocher wens jullie een fijne kerst en een sprankelend nieuwjaar toe. We hopen dat jullie met deze heerlijke producten ook even een momentje voor jezelf pakken tijdens de drukke dagen. Ja. Dat is heel leuk ingepakt. Heel Christmasy, yo. Vanille Blond. Oh hier, Silky Body Balm. Dit is een exfoliant. In de Marvelous Berries. En dit ziet er super mooi uit. Dit zijn van die handcremes. Oh, super schattig. Echt in een mooie verpakking ook. Alle verschillende smaakjes. Of geuren. Smaakjes. En dit is... Nou, het ziet er in ieder geval leuk uit. En wat is het? Dit is een lip balm. En glossy. Lip pen. Dat zijn gewoon verschillende talen die ik nu aan het oplezen ben. Heel mooi uit. Echt een leuke verse verpakkingen. Nou, super bedankt Yves Rocher. Helemaal Christmas sfeer ben ik ineens. En Babor. Peeling gel en een repair handcreme. Oh, kunnen we lekker insmeren en zo. Want ik zei net al, het is echt onwijs koud. Het is nu een halve graad onder nul buiten. Oprecht. Ja, ik voelde het al. Ik heb geen handschoenen mee. Zo, ik ben weer thuis. En we waren net bij de familie. En we hebben gewoon even wat dingen besproken. Waarbij ik niet echt de vlogcamera erbij kon pakken. Dus vandaar dat je me weer thuis ziet. En ik ga zo meteen uit eten met mijn vriend. Het is echt super lang geleden. Ik heb heel erg zin om uit eten te gaan. Maar dit haar, daar ga ik echt eventjes wat mee doen. Ten eerste, het zit echt compleet in de klit. Dat is echt niet normaal. Er zit van borstel doorheen en ik denk dat ik het maar even ga stylen voor de makkelijkheid. Want dit is echt wel heel erg. Kom eens. Zo. Wil je niet wat zeggen tegen de kijkers? Nee. En nu sta je er zo op. Moet je kijken hoe raar dit is. Eeuw, je ruikt me aan u. Gadverdamme, ik heb je gewoon rauwe ui gegeten. Of zo. Sof. Ja? Nee.
Zo, ik ben weer thuis en ik krijg ineens een verrassing van mijn vriend. En dat is een bosje bloemen. Geen reden, gewoon zomaar. Dat vind ik heel erg lief. Dankjewel. Dus ik ga ze heel veel in een vaasje stoppen. Wat vind jij ervan, Sil? Oeh, houdt lekker hè? Nou, ik heb net eventjes boodschappen gedaan en ik ga nu koken. En het wordt eigenlijk vrij simpel, maar wel heel erg lekker. Namelijk sperziebonen met zalm en gebakken aardappeltjes. Ik heb echt mega zin in zalm. Dus kan ik echt niet wachten. En ja, ik ga jullie heel eventjes wegleggen. Dat is ook net wat makkelijker. Eten is klaar. En ondertussen zetten we ook heel eventjes een serie op. Het duurt echt super lang voordat hij aan het laden is. Oh ja. En we kijken de Punisher. Dat vind ik echt een superleuke serie. Maar ik zal niet te veel laten zien. Want dan spoil ik heel veel. Want we zitten al bij aflevering 9 of 10. Maar het is een hele leuke actieserie. Is het een actieserie? Ik denk het wel. Nou, we zijn aangekomen bij Miyagi & Jones. Een superleuk restaurant in Utrecht. Serena en Tara zijn er al een keer eerder geweest. En ik nog nooit. En ik had er leuke dingen over gehoord. En het ziet er ook superleuk uit. Zeg maar dus Asian en best wel street. Dus je ziet allemaal hele toffe art aan de muur. En als je de menukaart kijkt, zie je ook wel hele toffe dingen hier. En het is de bedoeling dat je dus uit allemaal verschillende hapjes kan kiezen. En dit is dus lekker om te delen. En je kan er heel veel proeven. Kijk, Hello Kitty. En ik ben super benieuwd. En ik zag laatst ook dit dessert voorbij komen bij Tara. En dat zag er echt super goed uit. Dus ik hoop dat ik hier nog plek voor over heb straks. Het interieur ook wel echt heel cool gedaan. Allemaal verschillende tafeltjes. En het is heel erg druk vanavond. Dus wij zitten aan de sushi tafel. Aan hoge stoelen. Dit zijn de sweet potato fries. Oeh, ze zien heel lekker uit. Met een sausje. En dit zijn de Korean short ribs. Dus ondertussen nog meer eten. Het zijn de gyoza's. En we hebben ook nog lekker buikspek. Dus echt super veel lekkers. En het smaakt allemaal ook echt heel erg goed. Dus tot nu toe, yeah. Zo, ik ben weer thuis. En ik heb meteen even mijn badjas aangetrokken. Deze is van Primark trouwens, mocht je het afvragen. En deze is echt super lekker zacht. Maar wel een beetje vies. Hij zit inmiddels een beetje onder de foundation vlekken. Dus die moet ik eventjes gaan schoonmaken. Doe even nog een ander licht aan, dan zie ik net iets meer. Of dan zien jullie wat meer. Anyways, echt heerlijk gegeten net bij Miyagi & Jones. Het was echt uiteindelijk best wel veel, want je mag dan 2 gerechtjes per ronde uitzoeken. En wel dan 3 rondes. Dat betekent in totaal 6 hapjes. En ik dacht, nou ja, dat is best wel goed te doen, want de hapjes zijn niet zo heel erg groot. Maar we zaten eigenlijk na 4 hapjes per persoon al best wel vol, want we moesten ook nog de 3e ronde. Maar volgens mij hadden we die ook kunnen laten voor wat het was. Anyways, ik heb dus uiteindelijk niet het dessert genomen. Ondanks dat ik daar echt heel erg zin in had. Maar ik zat zo vol dat het gewoon echt niet kon. En gelukkig kan ik er als het goed is ook gewoon terecht een keer om alleen het dessert te nemen. Dus dat ga ik zeker doen, want het zag er echt te gek uit. Maar het was echt super leuk. Hele lieve bediening. En het was ook echt best wel snel, terwijl het heel erg druk was. En alles zag er ook nog heel erg mooi uit. Dus ik vind het echt zeker een aanrader als je een keer in Utrecht wil gaan eten. En het zit ook nog vlakbij station. Dus dat is ook heel erg mooi meegenomen. En de vlogvraag van deze keer is: uit welke stad kom jij of uit welk dorp? Of als je zeg maar in een klein dorp woont en je wilt het niet graag openbaar zetten, dan kan je misschien ook het dichtstbijzijnde grote stad of grote dorp laten weten. Laat ons eventjes weten in de comments uit welke plaats jij komt. Ik ben heel erg benieuwd waar jullie allemaal wonen. In Nederland of in België of ook nog in andere landen. Ik zag zelfs volgens mij een comment van iemand uit Suriname. Dat vind ik echt super leuk om te horen, dat er zelfs helemaal aan de andere kant van de wereld ook naar onze video's wordt gekeken. Dus laat eventjes weten uit welk land of stad of dorpje komt. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze 2e aflevering. En kom zeker morgen terug, want we hebben dan weer een nieuwe voor je klaarstaan. Doei!